De Merenwijk is jarig. Op 25 september wordt het 50-jarig jubileum van de wijk in het noorden van Leiden feestelijk gevierd. De wijkvereniging is daarvoor onder andere op zoek naar 25 meesterbakkers die mee willen doen aan Heel de Merenwijk Bakt. En een van de organisatoren van die actie is Sylvia Bos en die zit bij mij in de studio. Sylvia, goedemiddag. Goedemiddag. Leuk dat je er bent. Wat moet ik precies voorstellen bij zo'n bakwedstrijd? De wijk is jarig, dus dat moeten we vieren. Dus ik ben. En daar hoort natuurlijk taart bij. Dat hadden we. Dat was een jongen van de leerlingenraad van de Zelwijkschool die had bedacht. Er moet een taart gebakken worden, want er moet een bakwedstrijd komen. Nou, dat vond ik eigenlijk een geniaal idee. Want ja, bij een verjaardag hoort taart. Dus en toen bleek de meesterbakker van de Merenwijk, Christian de Wit, die bleek ook bereid om een bakwedstrijd te organiseren. Dus, is dat een bestaande titel, meesterbakker van de Merenwijk? Nee, ja, die bestaat sinds dit jaar. kijk. Nou, hoewel Christian de Wit, ik woon zelf niet al 50 jaar in de wijk, maar als ik de verhalen zo hoor, is dat wel de meesterbakker. Er zijn echt fantastische verhalen over ellenlange rijen in het weekend, waarop iedereen zijn brood kwam halen. Dus dat was wel heel populair was die in de wijk. Ja. Ja. En hij is dan jurylid om taarten te proeven? Ja, dus hij heeft deze wedstrijd bedacht en vormgegeven. En hij is uiteindelijk ook jurylid met nog een aantal andere juryleden om de taarten inderdaad te keuren en te proeven. Dus iedereen die in de Merenwijk woont en het zin heeft om een taart te bakken, die denkt ik ben de beste, die kan een taart insturen. Ja, want de lat ligt natuurlijk wel hoog, want het is de jubileumtaart. Dus er zijn maximaal 25 mensen die daaraan mee kunnen doen, omdat ja, anders wordt de jury misselijk. Ik zie het helemaal voor me, ja. Ja. Dus inderdaad, er is ruimte voor 25 deelnemers. En ik woon zelf in Leiden-Noord, dus net niet in de Merenwijk, maar zou ik ook mee mogen doen? Ja, ik denk het wel, ja. Kijk, we hopen natuurlijk dat er zoveel mogelijk Merenwijkers mee gaan doen, maar we discrimineren niet. Dat is heel nobel. Dus er is eigenlijk helemaal geen eis om mee te doen, behalve dat je een taart kan bakken. Er zijn wel wat eisen, want de jury wil wel eerst even zien wat je wil gaan bakken, zodat ze wel kijken van nou, maak je überhaupt kans om meesterbakker te worden. Dus ze willen wel van tevoren wat ingrediënten van je weten en wat je plan is. De drempel ligt bij 25, dus ze willen niet 25 cakes en dat is het. Ja, nee. Je moet wel wat te proeven hebben natuurlijk. Ja. Zou ik ook hebben als ik in de jury zat. Ja. En hoe groot is die jury? Die wordt nog samengesteld, maar de verwachting is uit de 3 of 4 juryleden bestaat. Want we hopen natuurlijk ook nog. Het was zomervakantie, dus we konden de bedenker van de taartenwedstrijd even niet bereiken. Dus we hopen dat hij natuurlijk ook nog in de jury wil. Ja, dat was een leerling van de Zelwijkschool, zei net. Ja. Oh, leuk. Ja. Leuk. Wat valt er te winnen voor de lekkerste taart? Ja, een beker natuurlijk. Een trofee. Mooi. Die kan dan tot in de oude dagen op de schoorsteenmantel blijven pronken. Ja. Mooi. Ja, mooi. Maar er is geloof ik meer, hè? Want Merenwijk is jarig. En ik zei net al, voordat de uitzending begon, een mens is maar 1 dag jarig, maar een wijk altijd een heel jaar. Ja, een wijk is een heel jaar jarig, maar we dachten, het moet natuurlijk wel ergens op 1 dag moeten we onze verjaardag vieren. Maar ja, hoe doe je dat? Met de hele wijk. Doe je eigen feestje, kan je vaak nog wel verzinnen. Maar voor de hele wijk verzinnen is toch best lastig. Dus we zijn rond gaan vragen. We zijn begonnen bij de leerlingenraad van de Zelwijkschool. Die hadden wat ideeën bedacht. Dus toen dachten we, ja, dat is leuk. Maar ja, hoe gaan we dat dan organiseren? Dus toen hebben we ook wat mensen dus hebben we ook wat brainstormsessies bedacht. Gedaan in de wijk. En daar kwamen weer allemaal nieuwe ideeën. En ook, dus we hebben uiteindelijk een hele dag vol met activiteiten verspreid door de hele wijk, zodat je ook coronaproof niet met z'n allen op een hoop staat, maar dat je... Ja, daar moet je natuurlijk ook nog over nadenken in deze tijd. Ja. Dat je veilig van elkaar op verschillende afstanden, ver uit elkaar, want de Merenwijk is natuurlijk best groot. Precies. Verdelen we de activiteiten. En waar moet ik dan aan denken? Wat voor soort dingen staan er op het programma? De molen is open bijvoorbeeld. Die kan bezichtigd worden. Dat vind ik erg leuk. Maar er worden ook pannenkoekjes gebakken. Het voedselbos Okkerheide heeft een groot programma met rondleidingen en proeverij. En er is een groot waterspellenfestijn in Slaagwijk.
Even kijken, je kan, je moet eventjes zo, je kan kanoën bij het joppen, je kan korf van tweejarigen kunnen korfballen, je kan 's ochtends beginnen met een yoga workshop, 's middags Afrikaanse dans. Dus er is echt. Oh, dat is echt van alles. Van alles bedacht. Ja. Ja. Ja, ja, je kan ook nog mee met de Merenwijk 8. Dat is een fietstocht op de racefiets langs alle meren van de Merenwijk. Dus zo zijn er echt, ja, voor elk wat wils. Ja. Is het idee. Ja. Mooi. En dat vind ik dan als radioman interessant. Jullie willen ook een speciaal radioprogramma maken, geloof ik, hè? Ja, 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 dat is wel, want we dachten, ja, gut, ja, we moeten natuurlijk wel zorgen dat de hele wijk ook weet wat het is. Maar wat vooral ook het probleem was, dat ik was begonnen met, oh, dat is wel leuk, inderdaad, want er leven zoveel verhalen ook over de wijk. En hoe kunnen we dat verzamelen? Maar er kwamen dus al die activiteiten tussendoor. Dus dacht ik, ja, ik wil toch nog steeds wel ook iets met die verhalen. Want het is zo leuk, zeker als je met zo'n programma bezig bent, blijken opeens al je buren al 50 jaar in de wijk te wonen. En die komen ook weer met fotoalbums en leuke verhalen. Oh ja, van zoals eigenlijk, toen en dit hebben we meegemaakt met z'n allen. Ja, eigenlijk moeten we daar wel wat mee. Ja, en tijdens die Afrikaanse dans of die racefietstocht kan je daar net niet heel veel over praten. Nee, nee. Dus we dachten, ja, dat is eigenlijk zonde om dat geen plek te geven. En hoe leuk is het om in de aanloop naar die verjaardag toe ook met z'n allen weer even te kijken van in wat voor wijk wonen we eigenlijk. Wat voor avonturen zijn er allemaal geweest? Wat is er beleefd? En, dus we zijn vooral op zoek naar leuke anekdotes, weetjes en verhalen. Avontuurlijke verhalen misschien zelfs wel uit de Merenwijk. En stel, iemand zit nu te luisteren en die denkt, ik woonde vroeger in de Merenwijk en ik heb een mooi verhaal. Of ik woon nu in de Merenwijk en ik heb een mooi verhaal. Kunnen die zich dan nog aanmelden? Hoe werkt dat? Ja, heel graag. Ja, morgenavond zitten we in het Pop-up Museum in de Kopermolen. Dat is waar vroeger de Ethos zat, voor de mensen die dat nog weten. En daar om 8:30 zitten we daar om alle verhalen te ontvangen. Dus neem je fotoalbum mee en kom je verhaal vertellen. Maar als je denkt, ja, morgenavond, dat kan ik helemaal niet. Je kan me ook altijd bellen of mailen. En dan kijken we of misschien komt jouw verhaal dan wel in de radio uitzending. Ja, wat is het mailadres? Dat is contact@sylviabos.nl. Contact@sylviabos.nl. Nou, dat klinkt heel simpel. Ja. Dat kan niet missen. Ja. Dat gaan we allemaal doen. Of tenminste, als we een leuk verhaal hebben. Ja, nou, dat lijkt me geweldig. Want, en het hoeft niet zo heel ingewikkeld. Hè? Een klein verhaaltje kan al ontzettend leuk zijn. We zijn echt op zoek een beetje van, nou ja, wat is nou eigenlijk de Merenwijk? En is die veranderd misschien wel in de afgelopen 50 jaar? En zo, ja, maar hoe was het toen om in de wijk te wonen? Hoe is het nu om in de wijk te wonen? En juist die persoonlijke verhalen kleuren dat beeld. Precies, die geven echt, je kan wat algemeen zeggen, maar juist het persoonlijke, dan zie je hoe het echt was. Ja. Nou, wij zijn allemaal heel benieuwd. En we gaan ook allemaal onze taarten alvast in de oven. Nou, niet nu al in de oven zetten trouwens. Nee, je recept op. Het recept insturen. Ja. Laten we daarmee beginnen. Sylvia Bos uit de Merenwijk, hartelijk dank. Ja, dankjewel.